Bij het eerste deel van de basiscursus hoe leer ik haken? En in deze eerste gedeelte wil ik graag uitleggen over de diverse soorten garen wat je hebt. Um, de meest goedkope optie is um, misschien wel het acrylgaren. Deze is um, in heel veel winkels te koop, uh, is niet duur. Um, is uh, op basis van acryl. Of ik dit nou fijn vind om te haken of mooi vind om te haken laat ik heel even in het midden. Ga ik straks even wat over vertellen. Uh, daarnaast heb je bijvoorbeeld uh, een pure katoen. Dus uh, even een klein bolletje. Maar dat is puur katoengaren. Die heb je in uh, verschillende groottes, verschillende diktes. Je hebt bijvoorbeeld uh, deze ook. Deze is ook puur katoengaren. Maar dit is voor een hele dunne haaknaald. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Dan heb je nog een, uh, ja, een wat gemengde garen. Dit is een, uh, een sokkenwol garen. En in sokkenwol zit altijd uh, ja, wol. En er zit altijd iets van een nylonachtig uh, iets in. Of um, uh, iets van acrylachtig iets. Het is altijd gemengd met een bijvoorbeeld draad. Dit is een, bijvoorbeeld heel stevig draad. En je hebt dan ook nog bijvoorbeeld pure wolgaren. Nou, wat is nou het mooiste om mee te haken? Een amigurumi of in uh, mijn situatie zijn dat bijvoorbeeld muizen. Dan valt voor mij acryl valt voor mij al direct af. Acryl uh, is heel mooi om bijvoorbeeld een dekentje mee te haken of een. Uh, een sjaal of een omslagdoek of wat dan ook. Maar voor amigurumis valt voor mij um, acryl gewoon af. Sowieso vind ik dat niet fijn voor uh, baby's. Het uh, pluist nogal. Uh, dus een, als jij een amigurumi dus een knuffel hebt gehaakt en je gaat hem aan een baby geven. Ja, dit pluist uh, al heel snel, dit garen. Daarbij kan je hier niet dicht genoeg of strak genoeg mee haken en zie je dus heel vaak vulling door uh, je haakwerk heen, wat voor baby's dus ook niet echt veilig is, want ze halen gaan met of hun uh, kleine vingertjes komen ze dus in de lusjes te zitten, of ze halen het uh, kunnen het, uh, de vulling eruit pulken. Dus acrylgaren valt voor mij af om te haken met amigurumis. Nou, wat heb je dan nog over? Uh, eventueel wol, dat heb ik uh, hier nu niet bij liggen. Maar wol zou voor mij een hele goede optie zijn. Ten eerste wordt het heel erg mooi. Uh, alleen het heeft als nadeel dat het gewoon heel erg duur is. Uh, in vergelijking, uh, dit is bijvoorbeeld een 100 grams bol en die uh, acrylgaren, die koop je al voor 1-2 euro, zeg maar een 100 grams bol. En een bolletje wol van 50 gram, daar betaal je al heel snel 4, 4,5 euro voor. Dus um, ja, dan gaat het in verhouding veel duurder worden. Welke opties zijn voor mij dan het meest geschikt om een amigurumi, of in mijn geval dus een muis mee te haken? Het meest geschikt uh, vind ik katoen. Katoen is mooi. Uh, je kan er mooi strak mee haken, het pluist niet, uh, de veetjes hè, de vallen mooi in elkaar en um, ja, het resultaat is ook heel erg mooi. Je hebt katoen in uh, verschillende diktes, waar ik zo meteen nog even op terugkom. Dus uh, dat is heel mooi om te haken. Dit, uh, dit is dan ook katoen, hè? dus dit uh, ben ik eventueel ook heel erg enthousiast over om mee te haken. Daarnaast vind ik het heel fijn om bijvoorbeeld met sokken garen. Te haken sokkengaren heeft dus het eigenschap van, uh, van wol, hè? dus de veetjes worden heel mooi, vallen heel mooi in elkaar. Um, ja, het oogt vaak ook veel mooier en het is heel erg stevig en um, uh, relatief um, niet zo heel erg duur. Want um, je kan wel zeggen: Ja, maar ik zie wel eens een bol sokkengaren liggen voor. Um, 4,95 bijvoorbeeld. Maar het is wel een bol van 100 gram. En de looplengte op een bol is vaak veel um, um, mooier, veel langer. Uh, stel je voor je hebt bijvoorbeeld een bolletje katoen, uh, een gewoon 50 grams bolletje, waar je gemiddeld toch wel 2 euro, 2,25 voor betaalt. Misschien uh, zelfs wel 2,95 als je een beetje uh, kwalitatief goed uh, katoengaren hebt. Uh, dat is 50 grams. En een bol uh, sokkenwol is 100 grams. Dus dat is al het dubbele. En vaak is het looplengte ook nog wat uh, langer. Omdat dit uh, vaak wat dunner is. Dus ik haak heel veel van mijn muizen. Haak ik met sokkenwol of met katoen. En dat doe ik dan in verschillende diktes. Ik heb, gebruik een beetje het standaard dikte katoen. En ik gebruik ook echt heel dun uh, katoen. Heel dun garen. Dit is echt uh, garen wat geschikt is voor haaknaald. Uh, ja, ongeveer haaknaald 1. Kan je zo zeggen. Uh, dit is uh, garen wat geschikt is voor haaknaald 2,5, 3,5. Uh, ik haak hier zelf mee op 2. Uh, ik kom in een volgende aflevering kom ik nog even terug op de haaknaalden. En op het lezen van het etiket. Maar dit is um, ja, het verschil in garen: Dus je hebt katoengaren, wat echt wel een top optie is om mee te haken. Volgende, echt beste keus is sokkenwol om mee te haken. Uh, een wat duurdere keus, maar een hele perfecte keus, is wolgaren. En wat ik echt al zou afraden: dat is acrylgaren. Elke maandag en donderdag komt er een nieuwe aflevering online. Uh, wil je niet missen, doe dan even abonneren op dit kanaal. Klik ook even op het belletje. En dan blijf je in ieder geval op de hoogte wanneer een nieuwe video wordt geüpload. Bedankt voor het kijken!